De kans dat u overlijdt door een bijensteek is vele malen groter dan door een terroristische aanslag. En nog veel groter is de kans te overlijden door een val. Het staat allemaal te lezen in de Bosatlas van de Veiligheid. Hier is die en de eindredacteur Henk Leenaars is hier. Welkom. Ja, de eerste vraag als je bladert door deze Bosatlas is natuurlijk: hoe veilig is Nederland? Nederland is erg veilig. Zo kun je het heel kort samenvatten. Ja. Ja? Ja. In vergelijking met andere landen niks te klagen? Nee, niks te klagen. We behoren echt tot de veiligste en vreedzaamste landen van de hele wereld. Ja. Toch zijn er heel veel mensen die denken aan de hand van de voorpagina van hun krant of het journaal of misschien wel Nieuwsuur van: dat is helemaal niet zo. Het klopt niet met mijn beleving. Dat klopt. Er gebeuren natuurlijk heel veel nare dingen in de wereld. En volgens mij is de taak van de journalistiek om daar aandacht aan te besteden. Maar dat neemt niet weg dat er op de achtergrond, als je sommen gaat maken en de statistieken gaat bekijken, dat je ziet dat de kans dat er zoiets groots misgaat, een terroristische aanslag, een vliegtuig dat neerstort, betrekkelijk klein is. Zo klein. Ja. Laten we dan even los van ziekte, waar mensen altijd aan kunnen overlijden, kijken naar de doodsoorzaken die het meeste voorkomen, de risico's die we lopen in het leven. Wat is dan de top 3? Waar gaat het om? De top 3 volgens de statistische gegevens zijn vallen, fijnstof en straling. Vallen, fijnstof en straling. Ja. Moeten we even uitzoeken. Vallen, daar kunnen we ons veel bij voorstellen. Ja. Fijnstof? Fijnstof. Ja, als je leven lang wordt blootgesteld aan vieze lucht, zeg maar, aan verontreinigde lucht, dan zal je op termijn daar veel last van krijgen. En overlijd je vroegtijdig. En dat vroegtijdig overlijden, dat hebben wij hier met een kans uitgedrukt. Ja. Maar dat betekent niet dat iemand na een flinke ademtocht fijnstof opeens dood neervalt. Het is een heel ander soort risico dan overreden worden door een auto. Ja, maar dus als je aan een snelweg woont of in een stad aan een drukke kruising, dan is dat een veel groter risico dan auto. Ja, dan word je je leven lang blootgesteld aan te hoge concentratie of een hoge concentratie. Ik woon toevallig aan een onwaarschijnlijk drukke kruising in Amsterdam. Even die straling, waar heeft dat mee te maken? Straling, dat is een optelsom ook weer van een levenslange blootstelling. Iedereen gaat wel eens een röntgenfoto laten maken of gaat een andere scan in. Bouwmaterialen zenden wat straling uit. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan leidt dat tot vroegtijdig overlijden. Dus dan ga je een paar maanden eerder dood. Ja. Terreuraanslagen, die kennen we natuurlijk in Nederland. Maar u zegt het mag geen naam hebben. Het is heel groot op het moment dat het gebeurt natuurlijk. Precies, het is vreselijk als het gebeurt. Als er een man met een mitrailleur door het winkelcentrum loopt en daar zijn beelden van, dan is het vreselijk. Maar de kans dat zoiets gebeurt is betrekkelijk klein. Tenminste, als je terugkijkt in de tijd. Nederland heeft de afgelopen tientallen jaren wel 2 terreuraanslagen gehad. Hè. We kennen de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Ja. Maar als je die 2 aanslagen over tientallen jaren uitsmeert, dan kom je op kansen van 1 op 200 miljoen. U maakt gebruik van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daaruit blijkt dat 70% van alle Nederlanders is heel bezorgd over de kans dat ze slachtoffer worden van een terreuraanslag. Ja. Heeft u een verklaring voor het feit dat we dat toch, dat het voor in ons hoofd zit? Dat we er zo bang voor zijn? Ja, nou, er zijn verschillende mechanismen, maar als je net iets vreselijks hebt meegemaakt of iets vreselijks hebt gezien, dan prent zich dat in je brein en dat roept angst op. Zo werkt het nou een keer. Als je net getuige bent geweest van een ernstig verkeersongeluk, is het lastiger om de volgende keer de weg op te gaan. Dat zit nog heel goed in je hoofd. Het laatste wat mensen doen is de statistieken raadplegen als ze ergens bang voor zijn. Hè. Iemand met vliegangst is nog nooit genezen door hem te vertellen dat het allemaal wel meevalt met die vliegtuigongelukken. Zo werkt het niet. Ja. Nederland is dus, dat heeft u al gezegd, relatief ontzettend veilig. Maar niettemin, op basis van uw data kunt u toch aangeven, neem ik aan, waar het minst veilig is dan in Nederland. Waar hebben we het dan over? Welke gebieden zijn toch minder prettig om te wonen misschien? Ik weet het niet. Nou, er zijn veel soorten risico's. Hè. De Atlas behandelt er heel veel. Maar we kunnen er een paar uithalen. Kijk, de misdaadcijfers zijn het hoogst in de grote steden. Dat is een redelijk bekend terrein. De kans op een overstroming is het grootst langs de grote rivieren en aan de kust. Er zijn ook weer andere risico's die samenkomen in een bepaald gebied. Vooral milieurisico's. Die kunnen nog wel eens opstapelen. Ik heb wel eens gezegd, in Brabant bijvoorbeeld hebben we de megastallen. Dat veroorzaakt vrij veel uitstoot van fijnstof. Dus daar is de luchtkwaliteit niet zo best. Q-koorts komt daar ook voor. Precies, dus daar komen een aantal dingen bij elkaar. Ja, en ik zie ook in uw atlas dat u dan bijvoorbeeld in steden, waar de risico's groter zijn, ook heeft gekeken naar welke mensen het grootste risico lopen. Dus dat gaat ook aan de hand van kennelijk van inkomensgroepen of opleiding. Ja, precies. Er zijn allerlei segmenten in de bevolking. En de kans dat je iets overkomt hangt bijvoorbeeld af van je opleidingsniveau.
Ja, en dan? Als je hoog opgeleid bent, maak je dan een kleinere of een grotere kans? Dan maak je een wat grotere kans, ja. Waarom? Dat is toch een beetje gissen. Maar mensen die hoog zijn opgeleid, die zijn vaak wat welgestelder. En daar valt meer te halen, zou je kunnen zeggen. En daarom neemt de inbraakkans daar wat toe. Het is allemaal geen rocket science, hè? Het ligt allemaal ontzettend voor de hand. Ja, zeker. Ja. Is dit nu een atlas voor bange mensen? Als je geplaagd wordt door irreële angsten, moet je dan even hierin kijken en dan zie je dat het allemaal reuze meevalt? Ja, ik ben daar zelf heel erg blij van geworden. Want door zeg maar al die gegevens bij elkaar te zetten, kom je erachter dat het met de veiligheid in Nederland prima in orde is. Er zijn heel veel dalende lijnen in die atlas terug te vinden. Het aantal slachtoffers neemt af, het aantal delicten neemt af. De veiligheidsbeleving wordt beter trouwens. Ja. Dus er zit heel veel relativerend materiaal in. Oké, dus we voelen ons toch wel veiliger. Dat is dan een prettig einde van het gesprek. Hoewel risicoperceptie, om nog maar eens één moeilijk woord erin te gooien. Het blijft toch zo dat mensen kennelijk eerder kijken naar het risico dat op de loer ligt dan op de veiligheid die misschien wel om de hoek van de straat ligt? Ja, precies. Zo is het. Mensen hebben een hele andere reden om ergens bang voor te zijn dan alleen maar de kale statistieken. Ja, daar doet uw boek niks aan af. Nee. Duidelijk. Dank u wel voor uw komst vandaag. Graag gedaan. Zometeen.